Hallo jongens en meisjes van V4. Ik wil iets uitleggen over paragraaf 3.6 en 3.7 uit het boek Systematische Natuurkunde. En daar gaat het over de tweede wet van Newton. En in 3.7 over de derde wet van Newton. Dat gaat over krachten. En um, ja, sorry, de camera wordt niet scherper. Dat heb ik geprobeerd. Maar we gaan het gewoon proberen. Uh, de tweede wet van Newton gaat over krachten die op één voorwerp werken. Nou, ik heb hier een bal getekend en op die bal werkt uiteraard de zwaartekracht. Als die op een vlakke vloer ligt, werkt de uh, normaalkracht recht omhoog tegenover de zwaartekracht en die zijn even groot als die door de vloer heen zakt of uh, opstuitend met een versnelling. En in het horizontale vlak heb ik een voortstuwende kracht naar rechts getekend en een wrijvingskracht naar links. En als je dan de krachten vectorieel optelt, dus met in acht van de richting, dan zeg je, oké, okay, zwaartekracht naar beneden, even groot als de normaal kracht naar boven. Uh, die vallen tegen elkaar weg. Of opgeteld is dat 0, dat is veel netter. En horizontaal heb ik een kracht naar rechts. Die is duidelijk groter dan de wrijvingskracht naar links dus er is een netto kracht naar rechts en dan heb je dus een versnelling in dit geval geldt het dus dat de som van de krachten ongelijk is aan 0 en dan heb ik ook een versnelling ongelijk aan 0 en ik kan die versnelling uh, bepalen stel dat die bal de massa van de bal is 1 kilogram en ik heb uh, die FV. Voorwaartse kracht is 6 newton. En de wrijvingskracht is 3 newton. Dan heb ik dus een resultante kracht naar rechts. Teken ik hier. Dat is een F resultante F rechts F resultante is, dat kun je, kun je makkelijk zien, f voorwaarts die naar rechts is gericht, min f wrijving die naar links is gericht is, nou 6, min 3 ga ik nu nog een keer opschrijven, 3 newton. Nou, als die bal dan uh, 1 kilogram weegt, is de versnelling is f res gedeeld door de massa van de bal, is dus 3 gedeeld door 1, is, 1 eh, sorry, is 3 meter per seconde kwadraat. Heel goed opletten, de tweede wet van Newton gaat over de krachten die op één voorwerp werken. En ik kan natuurlijk ook zeggen, nou eens één voorwerp stel dat ik een uh, doos en een bal uh, aan elkaar geplakt heb. Of een bal in een doos heb, dan beschouw ik dat als één voorwerp. En die krachten zijn allemaal externe krachten die daarop werken. Dan gaan we naar het tweede deel. De derde wet van Newton, die zegt: De kracht van een voorwerp A op B is tegengesteld, negatief, aan de kracht van B op A. Nou, als ik hier een een doos heb en het duwt de man tegenaan, dan kan ik zeggen de kracht die de man uitoefent op de kast is naar rechts gericht een bepaalde grootte en dan is altijd de kracht die de kast op de man uitoefent tegengesteld en even groot. Of die man nou stilstaat en de doos staat natuurlijk, hè, want hij houdt die doos vast, ik duwt het tegen. Die verbinding moet er natuurlijk dan altijd wel zijn. Of die man nou stilstaat, met een versnelling naar rechts loopt, of met de vertraging naar rechts beweegt samen met die doos. Of met een constante snelheid beweegt, dat maakt niet uit. Altijd geldt dit. Dan is natuurlijk de vraag van, ja, maar wat uh, bepaalt er nu of de hele bubs gaat bewegen, man en kast samen? Nou, dat gaan we in het volgende plaatje zien. De man oefent de kracht uit op de kast. En de kast oefent de kracht uit op de man. Even groot en tegengesteld. Maar die kast staat ook nog op een vloer. En eh, nou, probeer maar eens tegen een doos te duwen. Dan ondervindt die doos wrijving op de vloer. De vloer oefent de kracht uit op de kast in dit geval. En de kast. Wil graag weg, oefent de kracht uit op de vloer. En die heb ik hier getekend, twee krachten. Ik heb even willekeurige lengtes getekend van die vectoren. Voor hetzelfde geldt die man, hetzelfde geldt voor die man. Hij zet zich af tegen de vloer met zijn voeten. Dus die man oefent de kracht uit op de vloer. Hij wil naar rechts, hij duwt een kracht, die kast naar, uh, naar rechts. Dus hij zet zich af tegen de vloer, man op vloer, en de vloer oefent dan het tegengestelde, even grote kracht uit op de man. En uh, dan gaan we eens kijken van, ja maar hoe zit het nou, hoe weten we nu of, die, uh, of, die, of dat object, en nu neem ik man en kast samen, als één, ze zitten aan elkaar, die man duwt de kast, ze neem ik als één object. Hoe kom ik er nou achter of die bub gaat bewegen? Dan ga ik kijken naar de externe krachten op het systeem. En nou, dus de kracht van de vloer op de kast, deze wordt extern op die twee samen uitgeoefend, en de kracht van de vloer op de man. Dus dan moet ik kijken wat is nou op dit systeem de som van de krachten. En dan kan ik zeggen de som Oh, doe doet dat lelijk? De som van de krachten op man plus kast samen beschouw ik als één systeem zit aan elkaar vast, wat heb ik net al gezegd. Nou, hoe groot is die? Nou, dan heb ik de kracht van de vloer op de man, F vloer op man. Die is naar rechts gericht. Ik neem rechts even de positieve richting. En de andere kant op is F vloer op kast. F V op kast. En ik beschouw dus nu die man die kast samen. En daar komt een bepaalde waarde uit. Stel dat F vloer op man 100 newton is, als die man zich met 100 newton schrap zet, afzet. En die wrijvingskracht van de kast op de vloer. Is bijvoorbeeld 50 newton. Dit is 50 newton. Dan heb ik 100 min 50 is 50 newton. En welke richting is dat op? Op het hele systeem werkte dan, als ik deze twee optel, een resultante kracht naar rechts. F resultant is 50 newton. En dat, dan moet ik eigenlijk hier een mooie hok omheen zetten. Die resultante kracht werkt op die man en de kast samen. En de man en de kast zullen dus ten gevolge van die resultante kracht een versnelling krijgen naar rechts. Dus ik heb een versnelling naar rechts. Want ik heb een resultante kracht naar rechts. Nou, hoe groot die versnelling is, dat hangt natuurlijk af van de massa van die man en de kast samen. Die kun je uitrekenen met de formule waarmee ze zijn begonnen. Und wie ist das.